Het is het begin van de zomer en dat betekent dat het de hoogste tijd is voor de Ronde om Texel. Met bijna 300 deelnemende katamarans is het verreweg de grootste katamarenwedstrijd ter wereld. Lekker rechts rond de Tuinland om. Hoog genieten. Helemaal klaar hoor. Volgas. Het parcours van de Ronde om Texel is zo'n 100 kilometer. Het record staat al een aantal jaren op 2 uur, 7 minuten en 2 seconden. Het zijn vooral de draagvleugelkatamarans die met snelheden van rond de 50 km per uur het record proberen aan te scherpen. De spectaculaire beelden trekken ieder jaar weer tienduizenden toeschouwers naar de stranden. Zij zien dat Peter Vink en Micha de Munk na zo'n 2,5 uur als eerste over de finish komen. We hebben aan behouden gevaren. Ja, we hebben zelfs met de roer omhoog, toen kwamen de anderen ons voorbij weer. Ik denk, geen risico's, nergens op banken lopen. Gewoon relaxed en dadelijk komt ons kansje wel weer en die is gekomen. Windsurfend Nederland krijgt tijdens de Ronde om Texel ook een kans. Voor het eerst in jaren strijden zij hier om het Open Nederlands Kampioenschap Marathon Windsurfen. Van de ruim 30 deelnemers komt Dennis Liddel als eerste over de finish. Het was een hele leuke race. Het is een beetje sneu voor mijn maatje die op de razende bol met materiaalpech achter moest blijven. Maar Casper Bouwman. Maar evengoed was het gaafste van het hele evenement dus om het rondje te doen. Nou, en dat is weer gelukt. Maar naast deze fanatieke winnaars komen de meeste deelnemers aan de Ronde om Texel puur voor de lol. We hebben denk ik wel goed gevaren. We hadden wel iets harder willen gaan, maar het was hartstikke leuk. Vader en dochter, dus leuk evenement zo. Was het afzien geblazen? Nou, dat viel mee, want ik had een dochter die al het werk deed. Vroeg beginnen met ze leren te zeilen. En dan samen blijven en dan zie je van, zij stuurt en ik hang als ballast aan boord en trek. Zo gaan lol en fanatiek zeilen hand in hand tijdens de 37e editie van de Ronde om Texel.